Jasin Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online video. We gaan natuurlijk weer verder met de casino heist. En we zien er nou niet echt uit alsof we er klaar voor zijn. Nee. Dus wat we gaan doen, Ryan, want ik zit natuurlijk hier weer samen met Ryan, hallo. 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 Dus we gaan heel eventjes langs de kledingzaak en we gaan een nieuw masker ophalen. Want dat masker hebben we namelijk nodig voor de uiteindelijke heist. Klopt. We hebben natuurlijk ook nog meer voorbereiding om te treffen, dus we zijn nog lang niet klaar. En vind je het nog leuk? Ram natuurlijk zijn kaart erbij op, zou ik heel erg gaaf vinden. En dan rijden we even langzaam naar de kledingzaak, Ryan. Ja, ik was aan het kijken waar het was. Oh echt? Ja, het is hier, ja, hier in dat steegje. Ja. Vorige keer was die dicht. Maar dan hoop ik dat die nu wel open is. Ja. Anders worden we boos. Zometeen is hier vakantie. Ja. Ja, het is bijna kerstvakantie. Ja, dan zou het juist open zijn. Dan gaat iedereen shoppen, hè. Dus... Nou, we kunnen ook als kerstman gaan misschien. Hallo! Ja, maar dat valt helemaal op, joh. Ja. Twee kerstmannen die naar binnen lopen. Want als een kerstman en een kerstvrouw. Oh, ik zie wel dat ze speciale outfits hebben, dus. Even kijken, ja, de Diamond Casino Heist outfits. Zo, je hebt er veel. Maar die zijn nog allemaal locked bij mij. Oh ja, dan moeten we denk ik eerst, dan moeten we eerst de heist natuurlijk voltooien. Maar het zijn wel mooie pakjes, hoor. Ja, er zitten echt mooie dingen tussen. Maar die kunnen we helaas nog niet halen. Nee. Ik ga denk gewoon voor een totaal andere stijl, maar de vraag is natuurlijk voor wat. Je kon zelfs gewoon als brandweer gaan. Als dat unlocked. Je hebt gewoon een brandweer outfit. Ja, klopt. Oh, dat ziet er leuk uit. Voor welk genre ga jij? Ik zit nu bij gunrunning. Ik denk dat ik deze outfit pak. Ik denk smuggler run. Ja, ik ga voor deze rijden. Ik ben eigenlijk al klaar. Ik moet alleen even mijn schoentjes aanpassen. Waar kan ik schoenen kopen, mevrouw? Ik zie hier echt niet uit, Jan. Nee, ik ook niet, maar ik heb nu nog een petje op, maar ik ga natuurlijk zo meteen een ander masker op doen, dus dan hebben we iets anders. Nog even mooie schoentjes eronder. Flip-flops. Zo, een beetje een leger tintje erop. Alright, ik ben klaar. Ik ook. Wat heb jij nou? Ik zie die slinger ook voor je gezicht bevalen. Ja, dan moet ik even langs de kapper, denk ik. Ja, het hoeft niet, hè, want we gaan toch een masker opzetten. Ja, iets is, joh. Hey, dankjewel, hè, mevrouw. We zijn er nu helemaal klaar voor. We zien er echt niet uit, hè. Maar jij ook aan hebt, het andere beter aan kan kunnen laten, maar dat maakt niet uit. Masker ophalen, Lijn. Dat is op het strand. Ja. Dat is niet zo ver, gelukkig. Ja, ik ga deze kant op. Doei. Oh, doei, hè. Hetzelfde, maar... ik ben nu dichterbij, hoor. Ja? Ja, want het is hier, het is deze kant op namelijk. Ja, ik sneeg gewoon een heel stuk af. Ja, dat kan ook. Hoppa. Lang je op het strand bent, dan kom je vanzelf dat kioskje tegen. Oh, niet iemand aanrijden! Nou, je had bijna iemand aangereden, dus. Nee. Dat leek alleen maar. Ja, maar het is hier ook zo druk, jongens. Ga af en aan de kant. Maar het is ook niet de bedoeling dat je hier met een auto komt, hè, Ryan. Nou. Zo. Eigenlijk zag ik hem ook wel aankomen, maar ik dacht misschien remt hij deze keer wel op tijd af. De remmen deden het nu niet, dus. Maar dat was niet zo. Oké, welke maskers heb je allemaal, vriend? Even kijken, hoor. Oh, ik kan geen masker dragen met mijn schmink. Oh, jawel. Oh, je mag zelf een masker kiezen. Hockey set, Uni set, Riot set, Animal set, Clown set. Voor welke zullen we gaan, Ryan? Oh, je hebt ook een Diamond Casino heist. Ja, maar ik mag dus nu voor ons tweeën een masker kiezen die wij opzetten met de heist. Met de overval. Echt? Zullen we gewoon voor de emojis gaan? Ja, ik zie ze ook staan. Zullen we die gewoon pakken? Ja, die andere zijn ook wel leuk. Maar die emojis is wel grappig. Ja, ik weet niet welke we dan krijgen, hoor. Dus ik heb het nu gepakt. Dat was de voorbereiding die we moesten treffen. Je hebt heel leuke dingen. Maar ik wil zelf wel eventjes een ander masker op. Ik heb altijd een masker op. Ik ga eens even kijken voor de monstermaskers, denk ik. Ah, ik heb een geniaal masker. Nee, die vind ik niet mooi. Ik ga voor die. Ik ben benieuwd wat jij zo hebt gepakt, jongen. Zo, ik voel me nu helemaal mezelf. Ik voel me nu helemaal mezelf. Uh-oh. Uh-oh, ik denk dat klinkt niet heel lekker. Oh, jawel hoor. Ik ben even snel een masker aan te kiezen, hoor.
Zo, ik sta hier ja, ik ben er ook weer klaar voor, ja. Ik heb een ander masker op. Ja, heb je gevonden? Ja. Hoppatee. Oh! We hebben ook allebei een dier. Ja, we hebben allebei een beestje. Nou, we zijn omgekleed. Hoppa. We krijgen dus op het moment dat wij gaan beginnen met de overval en we moeten het masker opzetten, krijgen we dus een emoticon masker allebei. En welke dat is, daar gaan we achterkomen. Ja, ik weet niet welke het worden. Daar gaan we nog achterkomen. Maar nu kunnen we natuurlijk wel verder gaan met de volgende voorbereiding, ja, Ryan. Dus wat we moeten doen is, we moeten heel veel terugrijden naar de arcade hal. En dan op het bord kijken daar. Yep. Even de brugjes pakken. Wee! Kijk uit door achter me. Oh, ja, gaat lekker. Ik kraak de benen. Dit was wel een goede afsluiting. Oh, Jan! Gaat heel op je billetjes. Ja, makkelijk joh. Hoppa, nu moet je 200 betalen en is je auto weer helemaal mooi. Ja, ik zet hem gewoon in je garage. Ja, dat mag. Terug in de arcadehal. Is het eerste wat ik ga doen, Ryan. Ja? Is ik ga de kluis openen. Hoe ga je geld tellen? Ja, okay. Ik denk echt maar dat er $200 in zit. Maar mag ik een stukje van je geld? We gaan er nu achter komen. Ja, jij mag wel een klein beetje. Ik ga hem openen hoor. Oké. Okay. Daar komt het moment van de waarheid. Hebben wij iets verdiend met onze arcadehal? Oh? Nou, oh, $3,010! Er zit wel heel veel in, moet ik zeggen. Ik moet er wel weer even dicht doen, anders wordt het gestolen zometeen. Nou, zo, doe maar even ik zou het niet doen hoor. Nou, $3,010. Dan is $10 voor jou, ja? Oh, nee, ja. Ik dacht 50-50. Dan hadden we dat afgesproken. Ah, ja, zeker. Maar weet je wat, je betaalt me al echt om het uur, zeg maar, hè? Dus. Ja, ik betaal je om het uur 2000 ongeveer, dus... Ja. We moeten even opschieten, ja, want het kost me allemaal geld, dit. Ja. Ja, laten we weer naar het bord lopen, man. Eens even kijken wat we nu gaan doen. Want we hebben nu dus de maskers gekozen. Dus daar staat ook een vinkje bij. Het is wel jammer, de security intel kunnen wij niet starten. Maar dat komt omdat we eigenlijk Miss Baker nooit hebben geholpen. Nu maakt dat niet heel veel uit, want het is eigenlijk een extra missie die we kunnen gaan doen. Maar, Ryan, we kunnen wel nu de noose gear gaan stelen. Oh jee, en stelen. Als het goed is, want ik weet het uit mijn hoofd, is de enige plek waar je de noose gear kan verkrijgen, bij de politie. Uh-oh. Dus ik denk ook, maar ik weet het niet zeker, dat we onderweg moeten gaan naar een politiebureau. Ja, maar we hebben wel goede camouflage, zeg maar, met onze kleren. Ja, we vallen in ieder geval niet meer op bij je. Nee. Ik denk ietsje meer, maar... Nee. Dat maakt niet uit, joh. Ja, maar ik weet niet hoe ik mijn beest nou moet doen. Dat is het slechtste vervolg. Precies. Jan? Ja? We moeten naar het politiestation uniformen stelen die in de lockers liggen. Dus, gast erop! Hou je wapen gereed, maar ik denk niet dat we daar zonder schieten naar buiten kunnen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Oh, ik hoop dat er wel niet veel mensen... Oh. Rustig. Oké, luister, zei dat we zo snel mogelijk weg moeten dan. Hoe gaan we dit aanpakken? Dat is de vraag. Rennen we gewoon naar binnen met ons wapen in de hand, of...? Nou, we kunnen even gewoon als normale burger naar binnen misschien. Ja, we kunnen wel een stukje lopen, maar hou wel je wapen gereed, ja. Want ik ja, vertrouw er helemaal niks van. Een normale burger met deze masker. Dit valt zo erg nee, op. Nee, deze mensen gaan denken van, wat is dit nou weer? Dit is sowieso een prank die ze gaan doen. Ja, prank, daar zijn we! De deur open? Oh, maat, er staat echt heel veel politie. Die vent. Oh, we moeten ook gaan zoeken. Waar kunnen we naartoe zonder dat ze achter ons aankomen? Let op, als ze ons aanspreken moeten we omkeren, ja? Klopt. Oh. Lester zei dat ze ergens in een lokken. Oh, ze zijn al achter ons aan, ze gaan al achter ons aan! Misschien mochten we hier niet naar binnen. Ik dat denk ik ook niet, nee. We moeten ze toch echt afmaken, we moeten zo snel mogelijk hier wegrijden. Ik ga alvast naar beneden, ik denk dat ze beneden liggen. Kom. Ik loop naar beneden toe. Ik kom eraan. Er staan ook allemaal pelsjes hier, maar ik loop gewoon helemaal naar beneden. Ik zou het ook niet weten anders. Ik denk dat we nu naar de cellen toe lopen. We zijn nu bij de cellen. Echt? Wat is sick. Ja, maar hier is het ook niet hoor. Wat kan hier dan? Hier kunnen we niet verder. Nee, hier kunnen we niet verder. Terug naar boven, Ryan! Misschien moeten we gewoon de lockers vinden. Misschien staat er nergens een pijl van lockerruimte. Nee, dit zit allemaal dicht hier. Maar ik wist ook niet dat we hier naartoe mochten hoor. Hier is de briefing room. Dispatch? Nee, dat is ook niet. Nee, de locker room inderdaad, de kluisjes. Zo, is dit te schieten, jong?
Ja, we zijn niet heel aardig mee voor de politie. Maar ze komen ook van buiten. We gaan ook. Oh, kijk uit, er komen ook SWAT aan, vriend. Hè? Oh, hier, locker rooms, deze kant op, deze kant op. Oh. Naar mij toe. Hier moeten we naar binnen. Ga je als eerste naar binnen? Ga binnen dood. Zet je body armor aan, bro. Oké, ik ben binnen. Oké, ik koop. Oh, hier, ik heb het al. Uh-oh. Nice. Uh-oh. Voordat we naar buiten gaan, zet je body armor aan. Inventory. Ja. Oké, ik heb hem aan. Want anders gaat het echt niet lukken, namelijk. Gaan we ervoor rennen? Ja, ik eet ook even snacks na, hoor. En jij moet ook je eigen uniform nog pakken. Ik heb er nu maar één, namelijk. Oh, oké. Waar liggen die? Ja, dat weet ik niet. Hier ergens moet het liggen. Oh, daar. Heb je hem? Ja. Ja? Oké. Okay. Eén auto, hè? Oh nee, ik heb hem nog niet. Dat was deze niet. Uh-oh. Huh? Moeten we hem nog zoeken? Of we moeten zo meteen snel terugrennen, omdat we die andere ophalen. Hey, waar lag die jongen? Oh nee, hier dan? Ligt er nog één. Kom naar mij toe, kom naar mij toe. Die ligt blijkbaar heel ergens anders, joh. Nee. Ik ben hier al verdwaald, joh. Hallo. Hier ligt hij. Oh, nice. Alright, let's go. Zo, moest Stefan ook snacks eten, anders was het meteen dood. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Er staat nog niemand buiten. Er staat niemand buiten, kom! Nee, we hebben vrede doorgang. Rennen! We hebben wel 4 sterren, hè. Ja, we moeten de politie kwijtraken. Gaan we de metro in? Wat gaan we doen? Eén auto, Ryan, één auto. Dan kan de andere schieten. Oké. Okay. Kom. anders kan je bijna niet schieten als je moet rijden. Ja, zo meteen neem ik mijn auto mee. Ik ga gewoon hier meteen het riolering in. Ja. Maar dan komen we vanzelf uit bij een ingangje waar we de politie kwijt kunnen raken. Vier sterren, maar het is ook wel logisch. Waar je naartoe kan. Ik rijd gewoon hier door en dan zien we het wel. Ja, ze vinden je al niet meer. Ja, mij nog wel. Die helikopters zitten namelijk vlak achter ons. Oh nee, we zijn ons inderdaad een kwijt, joh. Pas op, helikopter. Helikopter, ja, daar kan ik niks aan doen nu. Ik ben aan het vliegen. Onder de brug. Onder de brug, ja, ik sta. Als de helikopter langs vliegt, ik rijd nu door. Ik rijd door. Want anders komen die agenten achter ons aan. Er komt er één nu ook aan, toch? Die kan op zich... Oh nee, je gaat moeten draaien. Ja, ik moet weer terug erin. Pas op, maar hier loopt het dood. Oh. Hier loopt het dood, dus hier ik stopt Ik kan hier het. Wel blijven staan. Of we gaan het water gewoon in. Kom, we gaan gewoon zwemmen. I don't care. Ik ga het water die helikopter kan je nog zien, hè? Ik ga gewoon hier het water in. Hier zien ze ons niet, toch? Op zich, als die komen ze ook niet meer, hoor. Ja, dat denk ik ook niet. Kijk, die helikopter blijft daar vliegen. Ja. Oh, er komt nog een helikopter aan van deze kant, kijk uit. Ja, ik denk wel dat we dit kunnen... Ik denk dat we dit heel goed hebben aangepakt, ja, dus ik ben zo kwijt. Ja, deze kwijt, ja. Deze is gewoon beast. Oh, dit was beast mode, jongen, hier. Au. Zometeen ben je nog dood ook. Nee. Dat gaat niet gebeuren, oké. Nu nog gewoon veilig die auto hier wegkrijgen. Ja, ik wil ook niet het water inrijden, want dan zijn we die auto. Anders moeten we weer nieuw bellen. Ja, maar dit was ideaal hoor, zo de politie kwijtraken. Ja. Het ging niet helemaal goed in het politiebureau, maar ja, we wisten beide de weg daar niet. En blijkbaar liepen we meteen de verkeerde kant op. Nou ja, we komen daar niet dagelijks, hè, dus. Nee, daarom. Ik ben er nog bijna nooit geweest, joh. Nee, ik ook niet. Maar ja, we hebben de outfits, dus die kunnen we heel makkelijk terugbrengen. We hebben het overleefd. Oh. Ja, we hebben het overleefd. En dan kunnen we dus op het moment dat wij de kluis hebben overvallen, dan kunnen we die outfits aandoen en dan kunnen we eigenlijk ongestoord naar buiten lopen. Als alles volgens het plannetje gaat. Dat is tot nu toe nog niet echt heel erg goed gegaan allemaal. Nee, totaal niet, jong. Maar we hebben het nog wel steeds overleefd, Rijn. Dus ja, het gaat eigenlijk nog wel goed. We zijn er alweer, joh. Ja. Wat we dan nu meteen kunnen gaan doen als volgende missie, is we kunnen meteen nog security passes gaan stelen. Yes. Oftewel, gewoon pasjes waarmee we de deur open kunnen maken. Dus we zijn er. Ik moet zeggen, we stelen wel veel, hè? Ja, we stelen wel veel, maar dat maakt de overval alleen maar makkelijker uiteindelijk. Ja, dat klopt. Hij moet even, jong! Hou op, maar je bent er wel vechten, jongen, op de straat. Nou ja, we kunnen rijden. Zo, ja. Rijden in één skill, keer. Jongen. Woi, yo. Ik kom van al daar rijden hier in die missies. Ik heb het door. Oh, hier, je hebt nog niks Nee, ik raad niks. Ik raad niks. Nee. Oh, als je zo blijft rijden, dan mag je voor mij altijd rijden. Ja? Hoor. Oh, we zijn er. Hoi. Oké, we moeten de auto stelen.
Ik weet niet. Ja, we lopen er gewoon op af, ja? Ja. En als ze ons aanvallen, dan schieten we terug. Nou, ik heb al mijn wapen gereed. Echt, als je deze twee gasten op je af ziet lopen en hoe wij erbij lopen, dan word je toch echt bang, man. Dat, oh. Ja, maar dat vertrouw je ook gewoon niet. Wacht. Wil jij dit stukje rijden? Ja? Ga ik wel naast je. Maar ik ga hem neerslaan gewoon. Ja, wacht, tegelijk. Als jij hem neerslaat, sla ik die andere meneer neer. Oké, 3, 2, 1. Oké, let's go, instappen. Go. Teamwork dit, oké, gas. Ja, ik kan nog niet. Alright. We hebben ook gewoon een leekwagen. We hebben 2 sterren, die moeten we eerst even kwijt zien te dragen. Want dat ding is slow. Ga maar gewoon naar rechts. Hier nog een keer naar rechts. Ja. Dat ding is heel traag. Slow. Ga hier de afrit, pak hier de afrit links daar. Ja. Dan raak ik bij de politie denk ik wel meteen. En we hebben maar 2 sterren. We hebben niet eens een helikopter achter ons. Dus. Nee, maar we hebben natuurlijk ook alleen maar een auto gestolen en we kunnen hier naar binnen. Op een kop geslagen. Nou, dit leek me wel heel leuk niet. We beginnen wel echt criminelen te worden hier hoor. Ja, we zijn het foute pad aan het opgaan. Ja. We staan hier Als we de politie kwijtraken, dan kunnen we verder. Ja, dat vind ik een mooie auto met die achterbanden, joh. Hij kan hem niet zo goed pimpen, dat vind ik dan weer jammer. Ja, klopt. Maar ik vind dat een hele mooie auto. Dat was een van de eerste auto's in GTA. En nog steeds mooi. Ja, dat klopt. Wat we vinden nog meer. We hebben er wel voor gekozen om de security pass van level 2 te gaan stelen. En dus niet die van level 1. Dat zal bij de overval wel iets moeten helpen. Kijk uit, Ryan, er komt een auto aan. Ja, we zijn veel te traag. Oké, zijn ze kwijt, nice. We gaan nog even erachter komen wat we precies moeten doen. Maar we hebben nu de lijkwagen gestolen. Ja. En dan moeten we nu een klein stukje rijden. Dat gaat wel even duren. Ja, met dit wagentje. Ja, deze is niet heel snel, nee. En gelukkig hoef ik niks te doen. Jij mag dit stukje rijden. Nou. Ik vind het wel lekker naast je zitten. Ik hoef niks te doen. Kijk, gezellig je Netflix maar op je mobiel. Ja, nee. Ik ga wel ogen op de baan houden. Ik ga wel even Avatar kijken. Ja, dan, is goed. Lucht. Water, vuur, wind. Dat was zo leuk vroeger, joh. Ja. Gewoon rustig rijden en dan gewoon netjes parkeren. Want we moeten nu helemaal niet meer opvallen. Misschien moeten die netjes maskers ook een keer afdoen. Oh, ik kan niet parkeren. Oh, dit. Ja. Mooiste parkeerplek ooit. Dit. Oh, kijk, we hebben ons even omgekleed. Natuurlijk. Ik wilde net zeggen, met die maskers op kunnen we eigenlijk niet naar binnen lopen. Dus het is wel goed dat we een pak aan hebben. Volgens mij zijn we in een soort gemeentehuis. Of in een laboratorium of zo. Ja. Oké. Hier is de balie. Welke kant moeten we op? Goeie vraag. Ik ga gewoon naar rechts. Volgens mij moet... Oh, wat? Jan? Hij begint te schieten, joh, deze man. Ja, ze begonnen te schieten, man. Ja, ze beginnen op posten schieten, ja. Dus ik dacht, ik schiet even terug. Ja, ik ga deze kant op, hoor, Ryan. Wacht, wie moesten we weer zoeken? Een afwasser of zo, hè? Oh, deze zit dicht. Waar moeten we naartoe? Wacht, hier staat er bordjes. Receptie, X-ray, mortuarium. We moeten een lichaam zoeken, hè? Die ophalen. Ja, dan gaat het wel in het mortuarium zijn, denk ik. Ja, hij moet hier ergens liggen. Oh, hier ligt iemand. Is dit hem? Nee, dit is hem niet. Volgens mij zit ik in de kantine. Ja, nee, daar moet je sowieso niet zijn. Oh, hier. Je hebt hem gevonden. Ja. Nou, dat leek er meer op. Weet je waarom ze achter ons aankwamen? Nee. Ik ben hem aan het doorzoeken hoor. Ja, ik heb zijn pasje. Ze kwamen achter ons aan. Omdat we zo lang bij de ingang stil bleven staan. Dus het viel veel te veel op natuurlijk. Ja, ik zat nou even te kijken. Ik vraag rustig aan jou, waar moeten we naartoe? En toen hadden ze ons al door. Ja, we hadden gewoon moeten gaan lopen. Gaat weer niet volgens plan. Nee, het gaat weer niet volgens plan. Maar bij de heist gaat het wel het geval zijn. En echte leven, als je in een ziekenhuis of zo komt, ga je ook even kijken. Ja, je moet even kijken waar je naartoe moet. Ja. Maar het schoot niet echt op. We hebben 2 sterren. Ja, kom maar. Ik neem deze auto. Oh nee, ook weer de traagste. Hè. Nee. Dit is een snelle bak. Kom snel instappen. Dat ding is roestig. De politie komt al. Ja, dat red je niet. Echt nee, maar als het goed is, weet de politie niet dat we in deze auto zitten. Kijk maar. Ja, rijdt ze gewoon een man na. Hier, de politie is gewoon langs ons gereden nu. Oh. Hier, daarom. Dat is ideaal. Maar hier is het politiebureau.
Hallo, je ziet me niet! Jawel. Ah, oh, ik rijd gewoon vol langs het politiebureau. Ja, je hebt door rood gereden, hè? Oh ja, ik heb door rood gereden. Weet je, jammer. Ik heb nog een bounty op me staan ook. Die gast waarvan ik de auto heb gestolen heeft gewoon $1000 op me gezet. Ja, die mag rij je in zo'n auto en dan heb je wel $1000. Ja. Die auto kost waarschijnlijk maar $200. Ja, niet eens denk ik. Niet eens. Klaar voor gewoon. Ja, heel veel rust op de politie kwijtraken en dan komt het goed. Ik ga deze kant op, ja? Yo. Oh, hoppatee. Ja, als we de politie kwijt zijn, dan hebben we deze missie eigenlijk ook weer voltooid. Dan hebben we het pasje nu van zijn lichaam af weten te halen. Dan kunnen we eigenlijk ongezien binnen. Ja, dan kunnen we in ieder geval de level 2 deuren kunnen we openmaken. Ja. Dus dat is wel fijn. Maar de level 1 deuren, die nog niet. En daar kunnen we waarschijnlijk niet nog een pasje voor gaan zoeken. Dus we komen nu door veel deuren heen, want we hebben wel veel pasjes, maar niet door allemaal. Ja, klopt. Dus we moeten op het moment dat we de overval gaan plegen, moeten we wel echt heel goed gaan opletten. Ja, de juiste deuren pakken. Ja, precies. En kijk hoeveel tijd het kost, hè? Ja. Want als we geen pasje hebben, dan moeten we het gaan doorboren of hacken of ja, wat dan ook. Dan moeten we wel even opletten. Maar of opblazen, ja, dat kan ook. Maar dat houdt wel weer in dat we veel voorbereidingen hebben gepleegd, klopt. Ryan. Ja, klopt. Nou, ga jij maar even een auto uitzoeken hier. Nou, er staat niet echt veel auto's. Nee, er staat helemaal niks in. Nee. Hij is helemaal leeg. Ja, nou. De zaken gaan goed. Ja, nou ja, de zaken gaan te goed, want we kunnen niet eens een auto halen. maar daarbij zit het er voor vandaag wel weer op, toch? Ja. Perfect. We hebben nog een paar voorbereidingen te doen. Dus die gaan we de volgende keer nog treffen. En dan zijn we klaar en dan kunnen we gaan beginnen aan de echte overval waar we alle voorbereiding voor hebben gedaan. Dan ga je veel geld verdienen. En veel geld verdienen, maar dan moet het natuurlijk wel volgens het plannetje gaan, hè. Nu, nu is het een beetje fout gegaan. Ja, we stonden te lang stil, ik wist dat ook niet. Nee. Ik dacht, ik ga even kijken, moet ik naar links, moet ik naar rechts, waar moet ik naartoe? Maar ja, dat is gelukt. Ja, dat is het belangrijkste. Er komen twee gasten vol met tatoeages, smiek. Ja. Komen naar binnen lopen, die staan, gaan stilstaan. Ja, en dan kan je het ook wel een klein beetje verwachten. Ja, klopt. Volgende keer moeten we gewoon in beweging blijven en dan gewoon ergens naartoe lopen. Maar ja, bij het politiebureau bleven we in beweging. Ja. En toen liepen we compleet Ja, maar we hadden ook zo'n maskers op, hè. Ja, daarom. Nou, maakt niet uit. We hebben het gehaald. We hebben alles verzameld wat we moesten. Dus we gaan de volgende keer weer verder rijden, want we zijn alweer bij de arcade al namelijk. Dus, bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. We zijn snel mogelijk weer terug met het vervolg natuurlijk van de Casino Heist. Dus vergeet niet te abonneren voor meer op mijn kanaal en op Ryan's kanaal. En tot de volgende keer. Doei. Bye bye.